De storm is nog lang niet geweken voor de kindergeneeskunde in Suriname. Dat zegt kinderarts Laurindo Kloof. Ongeveer een maand geleden hebben de kinderartsen aan de bel getrokken dat de zorg voor te vroeggeboren baby's niet meer te garanderen is. Er is namelijk een tekort aan personeel, medicatie en medische apparatuur. Na die noodkreet zijn er vanuit de samenleving donaties geweest om de NICU-afdeling gedraaiende te houden, zegt Kloof. NICU is de neonatale intensive care unit waar te vroeg geboren baby's worden opgevangen. Er is hoop, er zijn donateurs geweest, mensen investeren, er zijn gesprekken gaande hoe het verplegingsprobleem aan te pakken. Maar ik zou zeggen, pas als die hele unit weer open is, genoeg verpleging, dan nodig ik u weer uit. En dan kunnen we praten over, hey, we zijn door de storm gegaan. Maar nu zie ik, we zien een lichtpuntje en we houden ons ook daarop. Maar we zijn nog niet uit de storm. De acute nood, hebben we medicatie kunnen krijgen, hebben we wat apparaten kunnen krijgen. En daar zijn we heel dankbaar voor. Maar voor het natraject, hoe doen we met de opleiding van de verpleging, nieuw personeel trainen, hoe pakken we dat stukje aan? Hoe pakken we aan dat de apparaten onderhouden worden? Omdat in Suriname, we houden van nieuwe dingen, lintjes knippen. Ga na een jaar kijken en het is, weet je, we moeten realistisch zijn. En al dat soort dingen kosten geld. Dat was kinderarts Laurindo Kloof van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De capaciteit op de NICU-afdeling is gehalveerd, wat met zich meebrengt dat te vroeg geboren baby's met veel moeite een plek kunnen vinden.